Today. 3 januari, dag van nationale rouw. President Desiré Bouterse heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een dag van nationale rouw afgekondigd voor getroffenen van het recente bootongeval. De regering heeft besloten om 3 januari uit te roepen tot een dag van nationale rouw. Laten wij allen bidden voor de nabestaanden, aldus president Bouterse tijdens zijn nieuwjaarsrede op oudjaarsavond. Na de kerstdagen in een vreugdevolle sfeer doorgebracht te hebben, is Suriname aan de vooravond van 2019 opgeschrikt door een tragisch bootongeluk dat zich heeft voorgedaan op de Kopenamerivier met het noodlottige gevolg van verlies van vele mensenlevens. Deze tragedie heeft ons opgeschrikt, aldus de ietwat teneergeslagen president. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.